pakket bestaat natuurlijk altijd uit het basispakket van 29 euro. Wat sommige mensen niet altijd exact weten of beseffen, is dat het basispakket, dat daar wel 500 puntwaarden al in zitten en 115 goederenvolume. Dus dat je hier ook een bonus over krijgt. Startpakket vrije keus. Even goed om te weten, als iemand kiest voor een pakket vrije keus, dan zit daar dus die business folder in. En in die business folder zit wat documentatie in, maar die business folder heeft dus een waarde vertegenwoordigd, een waarde van 500 punten. Het aantal punten totaal van een startpakket vrije keus is dus ook nooit zeker, ook nooit 100% 700 punten, maar het is afhankelijk van de bestellingen die de partner doet. De totale puntwaarde van de bestelling, van die 180 euro, of circa 180 euro, die wordt bij elkaar opgeteld, die punten, plus, en dat zie je hierboven staan, die 500 punten die in de business folder zitten, worden daarbij opgeteld, waardoor je altijd circa 700 punten of iets meer PW hebt bij een bestelling vrije keus. Hier kan ik natuurlijk weinig over vertellen qua producten, omdat het een vrije keuze is.